Vandaag een antwoord op de vraag van Lisbeth. De maanden voorafgaand aan de vakantie van Lisbeth was Lisbeth week na week aan het afvallen, gewicht aan het verliezen. Op basis van een eetpatroon welke ze had ontwikkeld, welke dit teweeg deed brengen. Nou, dat beviel haar zo goed en zou ze zo jammer vinden wanneer dit deze dalende lijn op haar weegschaal, wanneer dit onderbroken zou worden door haar vakantie, dat Lisbeth voorafgaand aan haar vakantie heeft besloten, en dat was ook goed te doen gezien de omstandigheden gedurende haar vakantie, om een vergelijkbaar eetpatroon als thuis, dus het eetpatroon wat voor daling in gewicht zorgde, om die aan te blijven houden gedurende haar vakantie. Was eerder een vakantie helemaal niet zo. Dan at ze op vakantie heel anders dan thuis. Maar nu heeft ze dus een eetpatroon te pakken waarbij ze goed afvalt. En ze wil nog heel wat kilo's meer afvallen. En ze vindt het zo jammer wanneer de vakantie dat afvallen doet onderbreken of zelfs zorgt voor allemaal kilo's erbij. Dus ze had besloten dat eetpatroon waarbij ze afviel week na week goed aan te houden, in zoverre mogelijk, gedurende haar vakantie. Nou, eenmaal terug van vakantie is ze super trots en tevreden, want dat aanhouden van een vergelijkbaar eetpatroon zoals ze deze thuis aanhield, is echt heel erg goed gegaan. Alleen toen raakte ze teleurgesteld, want ze ging op haar weegschaal staan, Lisbeth, na haar vakantie en had verwacht, omdat ze met dat eetpatroon wat voor daling elke week wel zorgde op haar weegschaal, dus een daling in gewicht, dat ze ook gedurende haar vakantie, omdat ze dat eetpatroon zo goed had aangehouden, dat ze ook gedurende haar vakantie nog wel iets gewicht zou verliezen. Maar ze was helemaal niks afgevallen. En nu snap ik het niet meer. Dus de vraag is, wat heb ik fout gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Waardoor ben ik niet afgevallen gedurende mijn vakantie? Terwijl ik niks anders in mijn beleving heb gegeten dan ik thuis eet. Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik dan toch te veel gegeten? Was mijn inschatting niet goed? Dat is de vraag van Lisbeth. Nou, Lisbeth. Wat weten we van gewichtsverlies? Gewichtsverlies is het gevolg van een lagere calorieinname dan hetgeen je lichaam verbruikt. Dat betekent dat wanneer je een zeker eetpatroon hebt ontwikkeld waarbij je in de thuissituatie afvalt, dat dit eetpatroon minder calorie levert dan hetgeen jouw lichaam in de thuissituatie verbruikt. Jij hebt echt ondervonden, en wat is ook zo, dat dat niet vertaald kan worden naar andere omstandigheden, een andere omgeving, jouw vakantieomgeving. Want je hebt gemerkt, ik val niet meer af, of ik ben niet meer afgevallen gedurende andere omstandigheden, mijn vakantieomstandigheden, met eenzelfde eetpatroon, dus een vergelijkbare calorieinname. En wat betekent dat? Dat wanneer je calorieinname niet anders was gedurende de vakantie, ja, dan moet iets anders wel anders zijn geweest, namelijk het verbruik in jouw lijf. En heb jij dan iets verkeerd gedaan? Nou ja, op het verbruik in je lijf zijn meerdere factoren van invloed en niet alle factoren heb je evenveel invloed op of wil je gedurende de vakantie invloed op uitoefenen. Het verbruik in je lijf. Waar hangt dat vanaf? We denken altijd de mate van activiteit. Dus we snappen ook niet dat wanneer we vergelijkbaar actief zijn, want dat is activiteit, hè? Hoe wij zelf met onze spieren actief zijn in de vorm van sport en beweging, dat zien we als activiteit. Maar jouw lichaam heeft heel wat meer activiteiten uit te voeren. Het verbruik in jouw lijf zal dalen wanneer er een verminderde enzymactiviteit heerst in jouw lijf ten opzichte van anders, ten opzichte van eerder. De enzymactiviteit in je lijf, alle processen in jouw lijf. En je hebt echt niet alleen maar processen in jouw spieren.
spieren, wanneer je aan het bewegen slaat, nee, er zijn voortdurend in alle cellen van jouw lijf zijn de processen gaande. En dat betekent dus dat daar ook verbruik plaatsvindt. En dat verbruik dat kan verslechteren, los van jouw spierinspanningen. Dat verbruik van jou, in jouw lijf, ja, al die processen in jouw lijf, in jouw weefselcellen, die worden gecatalyseerd door enzymen. Wanneer die enzymen niet goed werken, dan is er weinig activiteit in jouw lijf, dan kunnen de processen in jouw lijf niet goed uitgevoerd worden en zal het verbruik in jouw lijf dalen. Wanneer zal dat het geval zijn? Wanneer zal de enzymactiviteit in jouw lijf dalen? Wanneer kunnen de enzymen in jouw lijf niet goed werken? En zul jij dan ook met een vergelijkbare calorieinname minder veel tot niet gewicht verliezen? Vanwege dat verlaagde verbruik. De enzymactiviteit in je lijf, de werking van enzymen, hangt af van de zuurtegraad in jouw lijf, in jouw weefsels. Die moet optimaal, en dat is licht basis zijn, en de aanwezigheid van coenzymen en cofactoren. Nou, als je vergelijkbaar hebt gegeten, ja, coenzymen en cofactoren, vele vitamines en mineralen doen dienst als coenzymen en cofactoren. Dus dat zal niet heel erg anders zijn geweest. Maar de zuurtegraad in jouw lijf, daar zijn meerdere factoren op van invloed. De zuurtegraad in jouw lijf, hoe moet je het zien? Dag in dag uit, bij alle processen in je lijf worden afvalstoffen, verzurende afvalstoffen, afvalstoffen met verzurende eigenschappen gevormd. Als die niet goed tijdig, verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden, dan zal de ideale lichtbasische zuurtegraad in jouw weefsels geleidelijk verloren gaan en zal de enzymwerking verslechteren, het verbruik in jouw lijf dalen, zul je minder tot geen gewicht verliezen. Wanneer zal die zuurtegraad nadelig wijzigen? Nou, wanneer jouw lichaam bijvoorbeeld sneller dan anders uitgeput raakt jouw weefsels van vocht en vochtaantrekkende mineralen. Dan zullen die afvalstoffen die voortdurend gevormd worden in jouw lijf een hoge concentratie gaan hebben in jouw weefsels. Zal de zuurtegraad stijgen, zal de enzymwerking verslechteren, zal het verbruik dalen, zul je minder goed afvallen, ook al heb je een vergelijkbaar eetpatroon gehad. Een dergelijke uitputting van vocht en vochtaantrekkende mineralen vindt plaats bij extreem warm weer, bijvoorbeeld, en slechte nachtrust, bijvoorbeeld. Nou, en dat zijn voorbeelden van factoren die invloed hebben op een versnelde uitput van vocht en vochtaantrekkende mineralen en dus de zuurtegraad en de enzymwerking en het verbruik in jouw lijf, welke bij menigeen en ook bij jou, Lisbeth, aan de orde zijn gedurende hun vakantie. Los van de inspanningen, spierinspanningen, dus op die, in die zin het verbruik in hun lijf en hun eetpatroon. Daar heb je, vooral op dat weer, nachtrust misschien enige mate, maar dat weer heb je niet zo heel veel invloed. Dus dat betekent, Lisbeth, jij hoeft niks fout te hebben gedaan met betrekking tot jouw eet- of beweegpatroon gedurende jouw vakantie, waardoor je gewicht niet is gedaald met een eetpatroon vergelijkbaar als thuis, terwijl je thuis er wel mee daalt. Maar het verbruik in jouw lijf kan lager zijn geweest gedurende jouw vakantie. En niet alleen maar door factoren die je zelf hebt kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld de mate van spierinspanning, maar factoren die je minder goed hebt kunnen of willen beïnvloeden, namelijk bijvoorbeeld nachtrust, een tekort aan nachtrust, slechte nachtrust en uitputting, versnelde uitputting door extreem warm weer bijvoorbeeld. Dan raakt jouw lichaam versneld uitgeput van vocht en vochtaantrekkende mineralen. Zal de zuurtegraad in jouw lijf veel sneller dan anders minder ideaal zijn om een optimaal verbruik te kunnen behouden. En als jij een minder hoog verbruik hebt in je lijf door die externe omstandigheden, dan zul je toch met een vergelijkbaar eetpatroon minder goed tot niet afvallen, heb jij ervaren. Dat hoeft dus niet te betekenen dat jij iets fout hebt gedaan.